Hallo, daar zijn we weer met een mooie vraag van u. Zonde beleiden, hoe diep moet dat gaan? In sommige kerkgenootschappen wordt geleerd dat het nooit diep genoeg is. Dus wat is diep genoeg? Nou, laat ik meteen beginnen met een verrassend antwoord. Die kerken hebben gelijk. Onze bekering, onze berouw, onze zondebelijdenis is nooit diep genoeg. Hoe zou dat kunnen? Ik las ooit eens een keer bij iemand die zei, één zonde is in Gods ogen erger dan alle zonden van de hele wereld bij elkaar in onze ogen zijn. Dus alleen al daarom. Ook als we onze zonde beleiden, zijn we op dat moment nog steeds mensen met een zondige natuur. We hebben nog steeds de neiging om die zonde toch wat te vergoelijken. Of misschien wel juist te overdrijven. Bovendien, wie van ons kent zichzelf nou zo diep en goed genoeg dat hij tot een volledige belijdenis kan komen? Dus als er mensen zijn die zeggen onze zondebelijdenis is nooit diep genoeg, dan hebben ze in zekere zin volkomen gelijk. Maar als diezelfde kerkgenootschappen, en dat zou er een beetje achter kunnen zitten, het idee hebben en dus zal het zo makkelijk niet gaan, want als het een oppervlakkige zondebelijdenis is, dan is dat niet acceptabel voor God, ja, dan wordt er natuurlijk niemand behouden. Want als onze zondebelijdenis nooit diep genoeg is, en als dat een voorwaarde zou zijn voor de vergeving en de verlossing, dan komt er niemand aan te pas, dan komt er niemand voor een aanmerking. Maar dat is ook niet wat de Bijbel van ons vraagt. Ik zou het woordje diep willen vervangen door echt. De vraag is of jouw belijdenis echt is. En niet hoe diep die is. Bovendien, wat heeft dat voor zin om daarover te discussiëren? Want we kunnen toch bij elkaar en bij onszelf ook niet de diepte meten. Waar wil je dat dan afmeten? Hoe wil je vaststellen wat voor getal van 0 tot 10 je hebt voor de diepte van je zondebelijdenis? Dat kan helemaal niet. Maar je moet wel weten of het echt is, of het echt gemeend is. Dat zie je al bij kleine kinderen. Kleine kinderen komen soms met zondebelijdenis. Papa, ik heb dat en dat verkeerd gedaan, omdat ze hopen dat daar bepaalde voordelen tegenover staan. Want papa gezegd, nee, je krijgt geen ijsje, je bent zo stout geweest. En het kind komt dan, papa, sorry hoor, dat ik het verkeerd gedaan heb. Mag ik nu een ijsje? Nou, dat is het heerlijke van het kind, dat het zo doorzichtig is, maar dan weet je, dat is geen echte zondebelijdenis. Dat kind beleed alleen maar het een en ander om daar de voordelen van te plukken, namelijk dat het weer een ijsje zou mogen. En dat kan natuurlijk bij grote mensen ook gebeuren. Dus de vraag is, meen je wat je zegt? Niet hoe diep is het wat je zegt, want dat is toch nooit diep genoeg als je naar Gods werkelijke maatstaven kijkt. Maar meen je wat je zegt? En ik denk dat wat dat betreft God veel genadiger is dan wij. Was dat niet in Ezechiël? Ik heb dat vaak gehoord in wat wij noemen onze Revo-kerken. Graaf nog maar dieper, o mens, en je zult nog meer ongerechtigheden vinden. Toen ben ik dat een keer gaan opzoeken en toen bleek dat die tekst helemaal niet in de Bijbel staat. Maar als je maar vaak genoeg herhaalt, dan gaan mensen geloven dat dat echt een tekst is. En dat betekent dan, je moet nog dieper graven, je moet nog meer zonde ontdekken, je moet nog meer beleiden. En dan heel misschien zal God zich over jou erbarmen. Maar ik zal u een ander voorbeeld geven in de Bijbel van precies het omgekeerde. Koning Achab. Elia de profeet komt bij hem en die zegt, je hebt het zo verbruikt, koning Achab. Het is afgelopen met jou. God zal een einde maken aan jouw koningschap. Jouw zonden zijn ten hemel gestegen. En dan lees je dat Achab zijn kleren scheurt, as op zijn hoofd gooit. En voordat Elia weer thuis is, zegt de Heer, heb je dat gezien, Elia? Achab heeft berouw. Terwijl wij zouden denken, nou, tja, die man die vindt alleen maar vervelend dat die gevolgen nu zich hebben voorgedaan. Hij heeft er spijt van. Maar eigenlijk is dat allemaal flauwekul. Hij meent dat helemaal niet echt of hij meent dat niet diep genoeg. Maar God is zo, ik zou bijna zeggen, opgetogen over dat kleine beetje berouw. Dat hij zegt, nou die, dat berouw heeft, zal ik het onheil niet tijdens zijn leven laten plaatsvinden. Het onheil over zijn koningschap komt pas onder zijn zoon. Dan maak ik een einde aan heel deze dynastie. Ik las eens een keer bij iemand die zei,
Wij zijn zo streng voor elkaar, misschien ook wel voor onszelf, dat wij een zee van berouw eisen voordat we iemand een theekopje genade gunnen. Maar bij God zou het wel eens andersom kunnen zijn. Dat als hij een theekopje van echt berouw ziet bij ons, dat hij al bereid is om een zee van genade over iemand uit te storten. Ik weet wel, daar zijn twee kanten aan die zaak. Dat weet ik. God is een heilig God en over die heiligheid mag je nooit gering denken. Maar je kunt ook te eenzijdig over die heiligheid spreken. De genade, de barmhartigheid en de liefde en het ontferming van God zijn even groot. Daar kun je geen verschil over maken. Je kunt niet zeggen God is heiliger dan dat zijn liefde groot is. Of Gods liefde is groter dan dat zijn heiligheid groot is. Je mag die eigenschappen helemaal niet tegen elkaar uitspelen. God is niet een beetje heilig en ook nog een beetje liefdevol en een beetje rechtvaardig en een beetje van dit en een beetje van dat. God is dat allemaal 100%. Zonder dat dat met elkaar in strijd is. En soms zien we hoe Gods heiligheid heel in het bijzonder naar voren springt. En andere keren hoe zijn liefde naar voren springt. En voor ons mensen lijkt het dan wel eens een beetje dat zijn heiligheid ten koste gaat van zijn liefde. En andere keren dat zijn liefde ten koste gaat van zijn heiligheid. Nou, laat dat maar aan God over, hoor. Dat valt echt wel mee. Je hoeft daar niet zoveel zorgen over te maken. Nee, God oordeelt naar zijn eigen maatstaven. Hij kent mijn eigen hart beter dan ik het ken. Hij weet wat daarin echt is. En of mijn berouw echt is. Dat kan ik wel van mezelf weten. Ik was 11 jaar oud toen ik me voor het eerst diep, althans voor zover ik me kan herinneren, voor het eerst diep mij realiseerde dat ik niet alleen maar tegenover mijn ouders gezondigd had, maar dat die zonde God raakte. Ik ben naar mijn kamer gegaan en ik heb gehuild. Ik heb die zonde beleden als zonde voor God. Voor het eerst drong echt diep tot mij door dat zonden ook die we naar elkaar toe begaan, altijd zonden naar God zijn. En dat je daarmee God kwetst, dat je daarmee God oneer doet. En het was maar een eenvoudig kindergebedje, maar ik weet heel zeker dat het oprecht was, dat het echt was. Ook al weet ik dat ik een zondig mens van nature ben, ook op het moment dat ik die zonde beleed. Dat kun je dus van jezelf weten. Je moet wel een grote vreemdeling in je hart zijn als je denkt dat je berouw echt is, terwijl het in feite huichelarij is. Een huichelaar, die weet dat meestal van zichzelf. Hij weet dat hij bezig is zich mooier voor te doen dan hij werkelijk is. Dat weet hij van zichzelf. Je moet wel heel grote vreemdeling in je hart zijn als je dat niet weet. En als je dan, zoals de Heer Jezus dat bij de fariseeën en schriftgeleerden aan de kaak stelde, die allerlei vrome dingen deden om maar vooral door de mensen gezien te worden. Dat is zo walgelijk. Je vromer voor te doen dan je bent, zodat de mensen een hoge dunk van jou krijgen. Dat is een huichelaar, die is altijd bezig zichzelf beter voor te doen. Maar als je voor God verschijnt en je probeert dan ook je beter voor te doen dan je bent, terwijl je weet dat God dwars door jou heen kijkt. Dat is zo dwaas. Nee, weet u, het gevaarlijke van zo'n vraag, niet van de vraag als zodanig, maar van de geesteshouding die er vaak achter steekt, dat is dat mensen niet op God gericht zijn, maar op zichzelf. Ze zitten zichzelf, trouwens ook vaak elkaar, constant de maat te nemen. Is het wel echt, is het wel diep genoeg? En dat werkt fnuikend. Ik weet zeker dat de duivel erachter zit. En in die zin kan het worden tot een verkeerde leer. Terwijl je dus aan de ene kant zegt, denk om je behoudenis, je berouw, je belijdenis moet echt zijn, het moet diep gaan, niet zomaar wat oppervlakkig. Kun je dat tegelijkertijd dat zo benadrukken dat de mensen meer met zichzelf bezig zijn dan met de vergeving. Natuurlijk moet de belijdenis reëel zijn, echt zijn. Anders is het net als bij de boer die bij meneer pastoor kwam en hij zei, de pastoor zei, wat zijn de zonden die je hebt te belijden? Hij zei, ik heb een touw gestolen. Nou, je weet hoe dat gaat bij meneer pastoor, die sprak daar de vergeving van God over uit. Maar de volgende dag kwam de boer terug en hij zei, ja, ik ben toch niet volledig geweest, ik moet nog verder gaan met mijn belijdenis. Hoezo, zei de pastoor, wat is er aan de hand? Hij zei, nou, ik vergat nog te vertellen dat er aan het eind van dat stuk touw een koe vast zat. Kijk, dat is nou typisch. We denken dat we God kunnen afkopen met een heel klein belijdenisje. In de hoop dat hij daar tevreden mee zal zijn. Nou, dan moet het wel heel dwaas zijn als je zo over God denkt dat God dat niet doorheeft. De pastoor, die kan je er misschien mee bedriegen. En misschien jezelf ook nog wel.
Maar als je beleidt, beleid het dan goed en beleid het dan grondig. Maar tegelijkertijd, wees gefocust op de vergeving van God, op de goedheid van God en niet op jezelf. Dat is een list van de duivel. Om gefocust te zijn op hoe goed je wel bent, of je beleidens wel diep genoeg is enzovoort. Vooral met dat soort verzonnen teksten, graaf nog maar dieper over mensen, geen zonder meer ongerechtigheid. Dus hou op, wees op God en op zijn vergeving gericht. Ik las eens bij iemand die schreef, echte ootmoed, dat is niet voortdurend slecht over jezelf spreken, maar helemaal niet over jezelf spreken. Sommige mensen kunnen wel 2 uur achter elkaar vertellen hoe slecht ze wel zijn, maar ze zitten in de tussentijd zich te verkneuteren over hoe goed ze wel niet zijn in hun eerlijkheid en in flauwekul. Ze zitten zichzelf te bedriegen. Echte ootmoed is God groot maken en jezelf naar de achtergrond plaatsen. Nou ja, dat waren zo wat gedachten over zondebelijdenis. Als u ook een vraag hebt, stel die dan aan vragen@groeieningeloof.nl. Het kan lang duren, maar er komt een keer een antwoord. En als u meer video's zou willen volgen, dan kunt u zich abonneren. Dat kunt u ook onder in de video zien. De volgende keer is Dato Steenhuis weer aan de beurt. En dan mag ik weer, bij leven en gezondheid, hoop ik u dan weer aan de buis te treffen, om het nou even ouderwets te zeggen. God zegen en tot ziens.